Stichting Ypsilon heeft gisteravond een gespreksavond georganiseerd met als onderwerp seksualiteit binnen de psychiatrie. De doelgroep bij deze avond was cliënten van het PCS. De bedoeling van deze avond was om de drempel van het praten over seksualiteit te verlagen. Volgens Rabindranath Kunkun, arts van het Psychiatrisch Centrum Suriname, is het zoeken naar warmte een oerdrift van de mens. Dat wordt je niet aangeleerd, het zit gewoon in je. Kunkun merkt op dat praten over seksualiteit nog steeds taboe is. Wie herinnert zich afgelopen tijd met iemand een uitgebreid gesprek gevoerd te hebben van oké, jongen, ik ben man, wie lust gewoon vrouw, of ik ben vrouw, ik wil ook wat verkering hebben, ik wil ook wat. Wie herinnert zich, als ik die cliënten ook mag horen, is er iemand die zoiets zich herinnert? Ja? Met wie? Jij hebt met iemand gesproken? Ja. Ik vind het geweldig, je bent een voorbeeldfiguur. Maar kijk hoe groot de zaal is en slechts één vinger komt. Hiermee benadruk ik. Misschien zijn er anderen die niet willen opsteken, maar het zal wel niet veel zijn. Omdat ik uit het veld weet, hierover wordt er niet zo gemakkelijk gesproken. Degene die wel wil bespreken, is bang dat die andere die gaat uitleggen. Je durft niet over zulke gevoelige onderwerpen met iedereen te praten. Joyce Dawson, voorzitter van Stichting Ypsilon, zegt dat het belangrijk is om te weten dat personen die onder behandeling zijn van de psychiater medicatie gebruiken. Voor deze groep is begrip heel belangrijk. Familieleden van deze patiënten worden dan ook goed geïnformeerd hoe ze rekening kunnen houden met hun geliefden. Maar dan moeten de partners ook begrijpen dat ze er weer uitkomen en dat er medicatie ervoor is om ze te helpen om eruit te komen. Anderzijds heb je ook weer dat door de medicatie sommige mensen ook een beetje vervlakking krijgen van de gevoelens. Dus dat ze soms ook minder zin hebben daardoor. En de mensen die te veel zin hebben, die heren die te veel zin hebben, 5-6 keer per dag alles wat ze zien op dat, papa. Die moeten ook medicatie krijgen, ja, om hun libido te kunnen controleren. En dat, die hulp wordt ook hier geboden. Ja, en ik vond het heel mooi wat de dokter zo net zei over kinderen. Die kinderen worden misbruikt, dieren die worden misbruikt, vrouwen die worden mishandeld, omdat ze geen seks of. Masochisten die juist willen slaan en dan vinden ze dat andere mannen willen dat ding juist laten zien. En wanneer die mensen killen op straat, kijk de man, daar hij laat zijn ding zien, dat heeft hij een goede tijd. Tot zover Joyce Dawson, voorzitter van Stichting Ypsilon. Ze sprak gisteravond in de vergaderzaal van het PCS bij de gespreksavond met als thema seksualiteit binnen de psychiatrie.